Voor de belangrijke wedstrijd tegen Fortuna nam Nick afscheid van sterspeler Michiel Gerritsen. Drie zware knieblessures in 2 jaar tijd maken het spelen van topkorfbal voor hem onmogelijk. Gerritsen maakte dit seizoen nog kort zijn comeback, maar raakte niet meer fit en hij moest stoppen met korfbal. Later dit jaar organiseert Nick nog een speciale afscheidswedstrijd voor Gerritsen. Na een emotioneel begin moest Nick zich weer richten op de wedstrijd. De thuisploeg, spelend in het wit, moet winnen om de degradatie nog te kunnen ontlopen. Tegenstander Fortuna is de koploper in de Korfbal League en een geduchte tegenstander. In de eerste helft gaat het gelijk op. Nick steekt veel energie in de wedstrijd en dankzij de sterk spelende Ricky Woe gaan de Groningers met de 10-9 voorsprong de rust in. Na de pauze ontbrandt de wedstrijd. Beide ploegen geven elkaar niks cadeau. Linda Blauw met de 14-14. Het publiek krijgt een fantastische tweede helft voorgeschoteld. Fortuna laat in de tweede helft haar klasse zien en scoort 3 maal achtereen. Kelly Delen met de 17-14 voorsprong voor de gasten. En Fortuna bepaalt nu de wedstrijd en loopt zelfs verder uit tot 4 treffers. Laura de Wit met de 19-15 voor de gasten en Nick lijkt weer tegen een nederlaag op te lopen. Maar Nick toont karakter en vecht zich terug in de wedstrijd. Friso Bode met de treffer en het verschil is nog maar 2. Het is nu een mooi gevecht. De sterspeler van Fortuna, Barry Schep, drukt een stempel op de wedstrijd. 21-18 in het voordeel van Fortuna. Het is nu alles of niets voor Nick. Linda Blauw met een belangrijke treffer uit de vrije worp. De thuisploeg speelt een uitstekende wedstrijd, maar moet zich niet vergeten te belonen. Nick smijt met zijn krachten en het publiek staat massaal achter de thuisploeg. Fortuna heeft veel ervaring en blijft rustig. Segaar met de 21-22. De dames van Nick hebben het moeilijk tegen de fysiek sterke meiden van Fortuna. Geertje Hoekstra met de slimme score en het staat gelijk 22-22. In een bloedstollende slotfase neemt Nick zelfs de leiding, 24-23. Maar Fortuna maakt vanaf de stip via Barry Schep weer gelijk. Nick heeft niks aan een gelijkspel, het moet winnen. Lange aanval van Nick lijkt vast te lopen, maar een slimme bal van de Nekker op Friso Bode, 25-24. Met nog 1 minuut op de klok, weer de Nekker op Bode en weer raak, 26-24. Prima score van de sterk spelende Bode. Fortuna brengt het verschil terug tot 1 treffer en heeft de laatste aanval. Maar het maakt een fout en Nick wint zo zijn eerste wedstrijd van de competitie. De blijdschap is groot bij de thuisploeg. Het harde werken werd beloond met een mooie overwinning op Fortuna. Opluchting, blijdschap, wat is het? Nou, net tranig over geluk. Het is fantastisch hoe afscheid van Michiel voor de wedstrijd. Een kippenvel moment toen. En eigenlijk ook voor hem en voor de selectie dat het eindelijk valt, die 2 punten. In een slotfase die ongelooflijk spannend is met heel veel goals. Ah, bij mij kwam het net ook boven. Dus, en dat is dus het moment ook dat alle emotie van week in week uit, dat je de laatste weken weet dat je groeit als ploeg, als met spel. En dat je dat vandaag bekroont, dat is zo belangrijk voor de groep. Gewoon dat je iets tastbaars hebt, 2 punten. En dat is mooi.